Het bestuur van de Marokkaanse moskee El Hassani wil graag de huidige moskee uitbreiden en verbouwen. Men wil het gebouw onder andere gebruiken als sociaal-cultureel centrum. Het centrum gaat zich richten op de Tielse gemeenschap, als ontmoetingsplek voor verschillende groepen en jongeren in het bijzonder. Ook zal extra aandacht worden besteed aan de opvang van jongeren als alternatief voor rondhangen op straat. Het bestuur maakt veiligheid en leefbaarheid tot één van haar speerpunten. Om het centrum te kunnen realiseren, heeft de bouwcommissie van de moskee een verkenningsnota met schetsen ingediend en gevraagd om in principe medewerking te verlenen aan de verbouwing en de uitbreidingsplannen. Het college heeft besloten om in principe akkoord te gaan met deze plannen.